Goedemorgen, we kennen het weerbericht van Weerplaza. Veel bewolking momenteel in Nederland en er valt ook af en toe wat regen of motregen, vooral in het westen en midden van het land. Die neerslag die gaat wel geleidelijk aan verdwijnen en vanmiddag blijft het dan op de meeste plaatsen droog. Temperaturen liggen momenteel zo rond de 13 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit oostelijke richting. Zoals gezegd, vanmiddag op de meeste plaatsen droog en dan wordt het zo'n 17 graden in het noordwesten tot 21 graden in het oosten van het land. De bewolking blijft wel overheersen, slechts af en toe kan de zon even doorbreken en mogelijk valt er ook nog een enkel buitje in het zuiden. Vanavond blijft het in ieder geval op de meeste plaatsen droog, maar is er wel veel bewolking. En ook vannacht blijft die bewolking aanwezig. Morgen wordt het opnieuw zo'n 18 tot 21 graden. In de loop van de dag vanuit het zuidwesten wel een aantal buien. En ook morgen zal de bewolking toch overheersen, hoewel er in de middag af en toe ook wel even wat zon is. En volgende week blijft het erg wisselvallig weer, met iedere dag wel kans op een aantal buien. Temperaturen die liggen over het algemeen zo tussen de 17 en 19 graden. Er is weinig ruimte voor de zon, de bewolking zal over het algemeen overheersen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza, ik wens u een fijne dag.